Jasper Verheugd, je bent hier de regisseur van het hele grote theaterspektakel Het Facet Kraakt. Wat houdt dat in voor jou? Een hele grote klus de komende 4 weken. Want in 4 weken gaan we die hele voorstelling in elkaar zetten. En het is nogal een grote voorstelling. Met veel mensen. 30 man orkest. 40 man cast. Heel veel decor. En we spelen op een toneelbreedte van ongeveer 60 meter breed en 30 meter diep. En hier zie je een onderdeel van stroobalen. Ja. Een belangrijk onderdeel in het verhaal ook. En je hebt eerder zo'n grote theaterproductie gedaan op locatie? Niet op locatie, maar wel in Ahoy, in de Arena, het Sportpaleis. Dat zijn ook grote locatievoorstellingen geweest, ja. En in hoeveel tijd denken jullie dit helemaal onder de knie te hebben, dat het publiek ook kan komen kijken? De bedoeling is dus over 4 weken al. Dat zijn de eerste try-outs. De bedoeling nu is dat ik het heel snel in de grondverf ga zetten. Zodat iedereen ook weet waar te staan, hoe het allemaal gaat. Want we werken met allemaal bewegende wagons en er worden railsen gebruikt en dat soort dingen. Dus dat is heel technisch ook. Dus we proberen over 2,5 week een soort alles in de grondverf. En dan gaan we het steeds beter. Dan komt er licht bij en er worden hele grote tribunes gebouwd waar toch al zo'n 1200 man kan zitten. Dus er is toch veel werk te doen, maar we zitten op een goed spoor. Je denkt dat het allemaal heel goed gaat lukken. Absoluut, absoluut. En zeker de moeite waard is om te komen kijken. En wil je een klein beetje vertellen over de inhoud van het theater, wat er hier staat te gebeuren, of het Facet Kraakt? Nou, het gaat om een verhaal wat hier in de omgeving nogal bekend is, maar een bankoverval in 1944, gepleegd door het Verzet, de KP van Almelo. Die hebben namelijk het geld in de Nederlandse bank, waar toen 130 miljoen gulden lag, wat bijna 1 miljard is nu. Daarvan hebben ze 46 miljoen gestolen, omdat de Duitsers het mee wilden nemen naar Duitsland. En dat wilden ze voor de stakers van de spoorwegstaking gebruiken, voor de gezinnen en alles. En dat hebben ze verstopt onder een hooiberg. En het zat allemaal mee voor ze, want het lukt ook allemaal. Alleen, maar daarvoor moet je in ieder geval komen kijken, is het de afloop anders dan ze hadden gewild. Dat is in een klein verhaal, klein beschreven wat er gebeurt. En daar heel veel dingen nog omheen. Dus het wordt echt een heel groot spektakel. Het wordt absoluut een heel spektakel inderdaad. Met veel licht en veel decor, mooie muziek ook. Bomgeweren, Duitse soldaten. Het wordt een groot spektakel, absoluut.